Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit restaurant Luxor aan de Stationsweg in Leiden. Waar gaan we het vandaag over hebben? Twee zware onderwerpen. Want we gaan het hebben over de voedselbank en we gaan het hebben over vluchtelingen. Want sinds 2 weken worden vluchtelingen in de Leidse regio opgevangen. Crisisopvang. En ze gaan van gemeente naar gemeente. Ondertussen zijn de vluchtelingen weer terug in Leiden. En voor het eerst nu in Leiden-dorp. En dit wordt allemaal geregeld door het COA uiteraard. Maar ondersteund door het Rode Kruis. En ik spreek met de voorzitter van het Rode Kruis Leiden, Henny Kerenweer. Henny, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Crisisopvang, vluchtelingen in de Leidse regio. Ondertussen zijn jullie al 2 weken daarmee bezig. Hoe gaat het? Het gaat vooralsnog prima. We prijzen ons gelukkig dat we ontzettend veel vrijwilligers bereid hebben gevonden om samen met de Rode Kruis vrijwilligers, zeg maar, deze mensen te ondersteunen, om van het nodige te voorzien. En ik denk dat dat een groot succes is. Ja. Het begon twee weken geleden, hè, met crisisopvang. En dan moeten we even duidelijk zijn, het is ook echt crisisopvang. Dat is 2 keer 72 uur. Ja. Het tijdslimiet zit er ook een beetje aan ervoor te zorgen dat die mensen daarna zo snel mogelijk naar een AZC gaan. Dus een asielzoekerscentrum. Ondertussen zijn we 2 weken verder. We zijn begonnen in Leiden en Voorschoten. Daarna zijn ze naar Zoeterwoude en Oegstgeest gegaan. En ondertussen zitten we weer in Leiden en nu ook in Leiden-dorp. Ja. Hoe kan het? Waarom gaan ze van crisisopvang naar crisisopvang? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat wij dat niet weten. Het is ook typische bevoegdheid voor de veiligheidsregio, zoals we dat noemen. Die in deze regio voorgezeten wordt door de Leidse burgemeester, Henri Lentverink. Is het niet raar? Nou ja, we krijgen daar wel vragen over. We krijgen er inmiddels ook binnen onze Rode Kruis mensen zelf wel vragen over. Kijk, wij houden ons daar niet mee bezig. Wij houden ons eigenlijk alleen maar bezig met de opvang. En of die nu in Leiden-dorp of in Leiden is of in Zoeterwoude of Oegstgeest. Ja, wij vinden dat, of in Voorschoten, wij vinden dat die mensen hulp moeten krijgen. En wat dan de ratio is om daar een soort carousel van te maken, wat wel wat vreemd aandoet, moet ik zeggen. Dat weten we niet. Maar laten we dan wel, jullie moeten de komende tijd, dat is eigenlijk mijn vraag. De asielzoekerscentra zitten vol. De crisisopvang lijkt nog niet ten einde. Dus de komende tijd zullen ze nog wel door de regio heen dwalen. Nou ja, dat is wel een punt waar we aandacht voor moeten hebben. Met name ook de burgemeesters in deze veiligheidsregio, of de Leidse regio, denk ik. Dat op een gegeven moment deze crisisopvang een heel structureel karakter gaat krijgen. En dan is de vraag, omdat je natuurlijk je vrijwilligers, zowel van het Rode Kruis, maar ook andere vrijwilligers waar wij koppeltjes van maken, toch uit een betrekkelijk kleine regio moet putten. Maar is de vraag die als voorzitter van hoe lang kan je dat volhouden natuurlijk? En als voorzitter van Rode Kruis Leiden, vind je dit een slechte gang van zaken? Dat durf ik niet te zeggen, want het is natuurlijk altijd beter om deze carousel te hebben dan de mensen onder de brug te laten slapen. Is het niet ideaal? Ik denk dat tot op een gegeven moment dat je dat, als je een beroep wil blijven doen op vrijwilligers, misschien wel een keer gaat opbreken. Kijk, kan je zo met mensen omgaan? Door ze elke keer met hun stretchers in de bus te zetten naar een andere sporthal? Het is, denk ik, voor die mensen geeft het een hoop onzekerheid, omdat ze niet weten of ze op een vaste plaats kunnen blijven zitten. Maar ook die mensen, en dat is natuurlijk het verhaal wat wij ook van hen horen. In het begin waren ze natuurlijk vrij moe, uitgeput. En nu slaat de onzekerheid wat toe, met name ook door de laatste brief van de staatssecretaris. Maar aan de andere kant horen wij ook dat ze heel erg dankbaar zijn. En dat merken we ook, en dat ze heel tevreden zijn. Ja, laten we dan naar de vrijwilligers gaan van het Rode Kruis. Ja. Jullie roepen constant op, meld je aan als vrijwilliger. Ja. Was ik een beetje verbaasd over, omdat toen de crisisopvang begon, 3000 aanmeldingen. Ja. Dan dacht ik, dan hebben we het er wel genoeg. Nou, waar wij eerlijk gezegd
verbaasd over waren, maar blij verrast is beter het, kan je beter zeggen, was dat de eerste keer dat we dat deden, we 3000 aanmeldingen kregen. Dat hadden we niet verwacht, niet ingeschat. Als je de berichten in de Nederlandse pers had, Facebook, Twitter, lag wat lastig, zullen we maar zeggen. Ja. We hebben toen die eerste mensen allemaal laten reageren naar één e-mailadres, namelijk van ons bestuurslid noodhulp. Als we er 60 volle mailbox zat hier. Het was eigenlijk niet meer toegankelijk als je er 3000 mensen of reacties in krijgt. En toen hebben we gezegd, dat moeten we anders aan gaan pakken. We werken dus nu met een formulier, een aanmeldformulier wat op onze website staat, wat er ook overal in staat. En daar worden niet alleen natuurlijk NAW-gegevens gevraagd, maar ook wat achtergrond over, heb je een EHBO-diploma, Wat voor vrijwilligerswerk kan je nou aanmelden? Als ik naar de website ga, wat kan ik dan doen? Nou er zijn natuurlijk, om te beginnen natuurlijk, vragen wij hulp aan onze eigen EHBO-mensen binnen het Rode Kruis, omdat er EHBO verleend moet worden. We vragen ook, mensen met een meer medische achtergrond, of met een verpleegkundige achtergrond, of een paramedische achtergrond. En daarnaast worden die, de Rode Kruisers en mensen met een wat meer medische achtergrond gekoppeld aan mensen zoals jij en ik, als wij ons zouden opgeven zonder EHBO-diploma of paramedische of medische achtergrond. En dat is vaak van mensen helpen met de verzorging van hun kinderen, mensen onder de douche krijgen, voor mensen andere kleren kopen, mensen begeleiden naar de stad. Dat wordt ook door andere vrijwilligers gedaan, niet zozeer die, want dit zijn de vrijwilligers die in die locaties zelf blijven. En gewoon met mensen praten, mensen geruststellen. Ja. Mensen die 's nachts heel onrustig zijn, bang zijn, denken dat ze dood zijn. Ja. En dat is natuurlijk allemaal heel heftig. En dat moet je. Moet je er eigenlijk, want jullie vragen wel om vrijwilligers. Moet je er wel even twee keer over nadenken voordat je dat gaat doen? Want je zegt nu, er liggen mensen 's nachts op een zaal die denken dat ze doodgaan. Dan denk ik, oh jee. Misschien is dat wel, ook als vrijwilliger, ook een ervaring die je, waarvan je van tevoren in ieder geval op de hoogte gesteld moet worden dat kan gebeuren. Ja, en waarbij je moet afvragen, wil ik dat? Ik denk dat je inderdaad moet overwegen of je dat wil. Je bent er in ieder geval natuurlijk nooit alleen. Ja, je bent sowieso al gekoppeld aan een Rode Kruis lid. Een EHBO'er die natuurlijk daar wel voor opgeleid is om met dit soort situaties om te gaan. En er zijn natuurlijk ook nog andere mensen. Er zijn ook soms artsen bij. Er zijn mensen van de gemeente bij. Dus de bewakingsdienst is erbij. De rust is er. De rust is er. Maar het zijn natuurlijk wel heftige dingen. Tot slot, Henny. Je kan je aanmelden via de site. We hebben net al besproken dat de crisisopvang voorlopig nog zal blijven in de Leidse regio. Dat vermoed ik wel. Dus gewoon naar de site van Rode Kruis Leiden. Ja. Formulier invullen. En dan nemen jullie contact op. En dan nemen wij contact op. Of we nemen contact op omdat je ingeroosterd wordt. Op dit formulier staan ook de locaties en de data waarop je kan. En als we dat niet doen, omdat we mensen genoeg hebben. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zullen we maar zeggen. Dan krijg je altijd bericht van, we hebben nu mensen genoeg. We sluiten de aanmeldingen voor deze locaties. Je kan je meld ze voor de volgende keer weer aan. Ja, en je kan je ook melden bij Ready to Help van het Rode Kruis. En die worden ook af en toe ingeschakeld, met name aan de begin- en de eindkant van de opvang. Nee, maar duidelijk. De komende tijd zal het Rode Kruis werk nog blijven doen. Henny Keren weer, voorzitter van het Rode Kruis Leiden. Bedankt dat je toelichting hierop kan geven. En succes de komende tijd. Graag gedaan. Dank je wel. Aanstaande zaterdag wordt het 10-jarig bestaan van de Leidse Voedselbank gevierd. Maar is dat echt een feestje waard, een voedselbank? 10 jaar geleden begon het in een garage. En ondertussen zit de Leidse Voedselbank niet alleen in Leiden, maar ook in Voorschoten en de Bollestreek. En hierover spreek ik met Karel van Schie en Jannie Dienske. Welkom in de uitzending allebei. Eerst bij jou, Karel, voorzitter. Aanstaande zaterdag, 10 jaar bestaan van de Leidse Voedselbank. Is dat een feest dat jullie gaan vieren of juist niet? Nou, dat is tweeledig. Het is geen feest omdat een voedselbank eigenlijk in Nederland niet zouden moeten bestaan. Ja. Althans niet in de omvang zoals ze nu er zijn. Maar het is wel een feest in de zin van dat we 10 jaar vrijwilligers hebben die de voedselbank een warm hart toedragen en veel tijd erin steken. Zoals Jannie. Zoals Jannie. Ja. En leveranciers en sponsors van de voedselbank. En dat is, ik noem het altijd een blije boosheid. Ja. Boos vanwege de voedselbank, dat die er moeten zijn.
en blij dat we zoveel steun hebben vanuit de samenleving. Over de festiviteiten van aanstaande zaterdag gaan we het later hebben. Maar eerst 10 jaar terug de tijd in, Jannie. Vanaf het begin, bijna vanaf het begin, bijna vanaf betrokken het begin. Bij de Leidse Voedselbank. Het begon ooit in een garage. Een beetje het Apple-verhaal, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Hoe zag dat er toen uit in 2005? Heel simpel, niet heel erg professioneel. Nee. Er kwamen klanten, er kwamen aanbieders en niemand wist heel goed hoe het precies werkte. Maar binnen de kortste keren hadden we het allemaal goed op orde. Ja. En we kregen ook steeds meer vrieskisten, want in het begin stond het zomaar ergens op de grond. Iedereen gaf al vandaag de koelkasten vrieskisten. Er was iemand die met zijn eigen busje reed en die ging overal spullen ophalen. Mensen gingen op de fiets ergens langs als iets aangeboden werd. Het was allemaal heel eenvoudig. Ja, en 10 jaar geleden, je zegt het was heel erg eenvoudig, het was iets nieuws. Waarom was het eigenlijk 10 jaar geleden nodig? Kan je dat nog herinneren? Ik denk dat het altijd nodig is geweest, maar ik weet wel dat het als een olievlek vanuit Amerika naar Europa is gekomen. En in Antwerpen was het begonnen, in onze buurt en toen in Rotterdam. En het werd opgepakt, denk ik, omdat er overal nood was. Ja. Kijk, de kerken deden vroeger veel, hè? En dat is natuurlijk niet meer het geval. Nee. Die lopen leeg, maar de arme mensen blijven er nog wel. Ja, dus het was niet een nieuwe groep armen? Nee. Dit is typisch de groep die volgens mij al decennia lang en misschien wel eeuwenlang arm is. Karel, mensen die eenzaam zijn durven dat niet te vertellen. Ik kan me voorstellen dat dit ook een groep is, hè, mensen die armoede hebben. Hè? De mensen die niet genoeg geld hebben om hun boodschappen te doen, dat ze daar niet zo goed voor uit durven te komen. Durfden ze vanaf het begin af aan wel bij jullie aan te kloppen met de vraag, kunnen wij zo'n voedselpakketje krijgen? Ik denk dat Jannie die vraag nog beter kan beantwoorden, maar wat we wel gezien hebben binnen de voedselbank is dat toen René Vroger onder andere met zijn vrouw Niets te Makken heette dat, geloof ik, en die heeft toen een maand lang zeg maar met datgene wat je maximaal kan hebben als voedselbankklant aan vrij besteedbaar geld voor eten, heeft hij maandlang geleefd. Dat is op SBS toen uitgezonden. En dat heeft wel enigszins taboe weggehaald van de voedselbanken. En dat mensen toch iets makkelijker naar voedselbanken toestappen. Ja, want hoe komen de mensen normaal gesproken, hoe komt een nieuwe cliënt bij jullie binnen? Via de hulpverlening. Ja. Het is eigenlijk zo dat 99... die stap nemen. Ja. Ik moet zelf zeggen, als ik naar de voedselbank zou moeten, zou ik misschien wel een beetje te trots zijn. Dan zou ik best wel met wat moeite bij jullie aankloppen. Ja, maar als je op een houtje kan bijten, dan doe je dat waarschijnlijk. Ja. Maar heel vaak is het zo dat het niet alleen een armoedeprobleem is, maar er zijn meerdere problemen in een gezin. Dus die mensen gaan heel vaak naar een hulpverlenende instantie, Kwadraat zal ik maar zeggen, hier in Leiden. Maar ook schuldhulpverleners en dat soort mensen. Maar ik kan me voorstellen dat er niet iemand bij jullie aanklopt en zegt, hallo, hier ben ik. Ja, wat helpt alle vrolijkheid ook niet. Nee. Want dan krijgen ze dus geen pakket. Nee, maar ook als ze naar je toegestuurd zijn. Hebben ze een aanmeldformulier bij zich. Maar er zijn natuurlijk wel altijd mensen die heel emotioneel daaronder worden. Ja, precies. Er zijn ook mensen die zijn alleen maar opgelucht dat ze eindelijk eens gewoon eten krijgen. Ja. En het is ook zo dat als ze eenmaal bij ons zijn, dan zien ze vanzelf dat zoveel mensen in de misère zitten, dat het nog gezellig is om bij elkaar te zitten. Ja. Ja. 10 jaar geleden in die garage, en u zegt, we hadden in het begin niet eens de vrieskasten hadden bestaan. Nee. Hoeveel cliënten hadden jullie toen de tijd? Toen ik daar kwam waren er 25, 3 maanden later waren er 40 en dat liep gigantisch op. Het topjaar was 2013, waarschijnlijk door die Vroger-uitzending. Nu hebben we zo'n 425 gezinnen. En dan spreek ik alleen over Leiden, hè? Niet over de omringende gemeente. Ja, dat is niet niks, zullen we maar zeggen. Dat is niet niks, nee. En dat is een hele verantwoordelijkheid die jullie als organisatie dragen. Ja. Maar dat doen jullie, dat noemde je in het begin ook al, dat doen jullie niet alleen. Nee. Jullie worden gesteund door verschillende organisaties, hè, die bijvoorbeeld het voedsel doneren. En de vrijwilligers natuurlijk. Ja, vrijwilligers, 60 vrijwilligers. Ja. Want hoe komen jullie elke week aan het eten? Nou, er is denk ik in de tijd dat Jannie begonnen is, door ook andere mensen, de mensen van het eerste uur, is een goed netwerk van leveranciers aangelegd, zal ik maar zeggen, die wekelijks hun voedsel leveren. Wat ze over hebben. Ja, geef eens voorbeelden. Supermarkten bijvoorbeeld? Dat is geen grote bron voor ons. Nee. Wat wel? Nou, bijvoorbeeld van je mag hem zeker geen namen noemen. De bakker. De bakker op de hoek. Ja. Ja, toch kleine zelfstandigen die. Kleine zelfstandigen. De bakker is natuurlijk niet. Deze bakker is eigenlijk meer grossiers moet je je voorstellen in de regio. Groentegrossiers, bakkerijketens. Boeren.
Ja. Wortelboeren, groothandelbedrijven in fruit en groenten. En maar wat zit er dan in zo'n pakket? Want ik kan me voorstellen dat er niet elke week een groot stuk vlees in zit, bijvoorbeeld. Eiwitten is altijd tekort. Ja? Dus dat is typisch iets wat we heel graag willen hebben. Maar een normaal pakket, daar zit altijd zoveel brood in als je op kan eigenlijk. Ja. Heel veel. Groenten, 3 à 4 verschillende groenten, vaak ook fruit. Af en toe een pak koffie, af en toe thee, af en toe wasmiddel, af en toe olie. En natuurlijk ook wasmiddel en dingen om de badkamer mee op te vrolijken. Dus dat is allemaal in de aanbieding. Ja, ja. Dus maar niet zoveel als een tas vol bij Albert Heijn die je zelf zou kunnen halen. Aanvullen. Maar dat is misschien ook wel aardig om... De prijs. Ja, elke week is een van de vrijwilligers die gaat de winkelwaarde van onze voedselpakket van die week inschatten. En we zitten nu toch gemiddeld op over de €30... wat je aan winkelwaarde elke week aan klanten geeft. Ja. En dat betekent eigenlijk dat als jij alleenstaand bent, €45 per week te besteden hebt, dan kom je in de voedselbank, kom je in aanmerking. En dan heb je €30 die er nog eens een keer bovenop komt. Nog steeds geen vetpot, maar het is wel substantieel. En wij nemen alleen maar in die €30 mee de dingen die we echt voedsel vinden. Dus koek en snoep, dat wordt niet meegenomen, want dat is geen echt voedsel. Nee. Er zitten wel af en toe wat lekkers bij. Ja, heel goed, veel. Aanstaande zaterdag wordt er bij stilgestaan, een 10-jarig bestaan. Even heel kort, 3 lezingen. Ja. Wat wordt er tijdens die lezingen, wat wordt er verteld? Ja, we hebben een ex-wethouder van de provincie Groningen, of van de stad Groningen. En nu wethouder Hogezand Sappemeer. Die hebben bereid gevonden om zijn boek Genadebrood, wat hij een half jaar geleden heeft gepubliceerd over het ontstaan van de voedselbanken. En als ondertitel de onstuitbare groei. Ja. Maar die heeft een prachtig boekje geschreven over de historie van de voedselbanken. Dat gaat hij nog eens toelichten bij ons. Yes. En hij gaat 10 jaar vooruitkijken, heeft hij mij beloofd. Ja. Ja, dus dat vind ik heel erg spannend. Nog even, over 10 jaar is er dan een voedselbank? Nog? Jawel. Ik denk van wel, ja. Ik denk van wel. Oké, de volgende spreker. Even kort, want Marleen Daanen komt nog. Ja, de volgende spreker, Marleen Daanen, die sluit af. De wethoudster. Ja, daar hebben we mee, zij zal met name het armoedebeleid zoals Leiden dat voert, zoals hij in een korte lezing toelichten. En de middelste spreker is iemand van Voedselbank Nederlanden, die met name de landelijke leveranciers in zijn portefeuille heeft. En die zal ons uitleggen hoe we steeds beter de samenwerking in de voedselketen, ook op landelijk niveau, gaan organiseren om uiteindelijk ook de voedselbank op lokaal niveau van extra van nog meer dingen te voorzien. En dat allemaal aanstaande zaterdag in de Willem-Barendstraat, nummer 37 in Leiden. Dan vergeet je nog wat? Nee, we moeten heel kort zijn, want het is... Het voedselveiligheidscertificaat wat we zaterdag... Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, dat, daar zijn we natuurlijk ook heel trots op. We hebben, dat is een landelijke eis, hè? Dat is een landelijke eis ook. Om meer spullen te kunnen krijgen. Ja, dus eigenlijk is het misschien wel het belangrijkste certificaat. Zeker. Maar het gebeurt allemaal aanstaande zaterdag in de Willem-Barendstraat nummer 37. Ja. Inloop is vanaf 3:30. Ja. Ik wens jullie bij deze, het is geen viering, maar bij het stilstaan van 10 jaar Voedselbank Leiden heel veel plezier in ieder geval. En blijf dit goede werk vooral voortzetten de aankomende 10 jaar. Laten we hopen dat de Voedselbank dan niet meer nodig is. Bedankt dat jullie het wel komen toelichten. Ja. En tot zover deze uitzending van Aan tafel met Leendert. Morgen zijn we er weer. Cultuur aan tafel. En dan gaan we het de hele uitzending hebben over het Leiden International Film Festival. Ik kijk er alvast naar uit. Ik hoop u ook. Dus tot morgen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.